jij misschien ook al gemerkt dat met deze koude dagen het acrylen best lastig is? Hoe komt dit nou? Nou, dit komt door de koude handen van de klant en we noemen dat kristallisatie. Vandaag in dit filmpje bespreek ik wat de oorzaak is en hoe je het heel makkelijk kunt oplossen. Hi, ik ben Natasja, goedkoopstenagelproducten.nl. Kristallisatie, wat betekent het? Eigenlijk is het een soort bevriezing van je product, alhoewel het bevriest natuurlijk niet echt, maar het wil gewoon niet hechten. Het proces kan niet voltooien doordat de klanten koude handen hebben. Je kent vast wel dat de klant zijn vingers heel stijf houden. Hè? Ze wil meekijken, ze wil eigenlijk overheen kijken wat jij allemaal aan het doen bent. Super nieuwsgierig zijn ze. Eigenlijk een beetje controlefreak. Kijken of jij het wel goed doet. Maar doordat ze die vingers zo stijf houden, heb je haast geen bloeddoorloop in die vinger. En worden de vingers te koud. En dan kan het product niet goed op die nagel hechten. Ze hebben dus toch een bepaalde lichaamstemperatuur nodig om het proces te voltooien. Dus vermijd koude handen in de salon. Hoe doen we dat? Nou, als eerste natuurlijk zorgen dat je salon op kamertemperatuur is en dat het lekker behagelijk is. Ten tweede, probeer te vragen of die klant de vingers kunt ontspannen. Vraag gewoon van, goh, houd uw vingers naar beneden, zodat ik mijn werk goed kan zien en goed kan doen. Want het komt heel nauwkeurig en anders krijgen we misschien minder mooie nagels. Een trucje is ook even gewoon een klein beetje op die vingerkootjes duwen. Dan herkent de klant van, oh ja, ik hou ze te stijf en ik moet ze even loshouden. Dus dat is iets wat je moet bespreken met je klant. Een ander trucje is de klant handen warm houden door een kersenpittenzakje. Dus gebruik een kersenpittenzakje als armsteuntje. Ja, dus gewoon eronder met een handdoekje en dan kan ze lekker warm liggen. En dan houdt ze warme handen. Als je de klant de handen laat wassen in het begin van de behandeling, zorg dan dat je warm water gebruikt. Dan zijn ze in ieder geval aan het begin van de behandeling al lekker warm. Je doet ook hand voor hand, dus misschien kan je anders een kommetje warm water neerzetten en ze daar even laten onderdompelen. Droog de nagels wel goed af, anders heb je daar weer een probleem mee. Wil je meer tips ontvangen? Download dan ons gratis e-book. Deze kun je vinden de link onder het filmpje of bovenaan de pagina op onze Facebook. Je kunt ook op onze homesite www.goedkoopstenagelproducten.nl op de banner klikken en ook daar kun je inschrijven voor het gratis e-book. Je kunt ook lid worden van de Facebookgroep, waarin we dit soort problemen altijd kunnen bespreken. Oké, succes! Tot de volgende keer!